Nou, het is momenteel 3:15 en dat is allemaal bij Radio De Erken. Mijn naam is Richard Verzanten en we gaan door met muziek. Ja, de gast bij Radio De Erken. Richard, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Radio De Erken begon als ESO Radio en nu De Erken. Waarom? Het bestuur komt ermee van De Erken. En het is ons al opgevallen dat als je eenmaal in De Erken zit en dat ESO, dat staat niet bij De Erken. Vandaar dat we alles om hebben gegooid, nieuwe dingels gemaakt, nieuwe naam. En dat heet nou momenteel Radio De Erken. Ook een veel lekker bekkender naam als ESO Radio, vind ik. Ja, dat vonden wij ook in het begin. We moesten nog eventjes alles doornemen. En toen heb de erker gezegd, laat maar eerst even een jaartje proef draaien onder de naam ESO. En als het ons bevalt en je hebt nogal wat luisteraars, dan willen we graag met jullie in zee naar Radio De Erken. En dat is dus gelukt, dus nu is het lekker Radio De Erken. Met hoeveel mensen doen jullie het? Wij doen momenteel met z'n achten. En dat is echt met z'n achten is het echt zwaar werk, ploeteren. Want ja, als er momenteel eentje ziek is of eentje gaat op vakantie, dan zitten we natuurlijk met de tijd. En dat wordt dan verdeeld onder de collega's onder ons. Dus mensen kunnen er altijd wel wat bij? Ja, heel graag zelfs. We zitten erom te springen om vrijwilligers. Doe een oproep. Hoe moeten ze zich melden? Nou, je kan je eigen melden bij Richard Verzanten. Dat ben ik namelijk. Dat kan onder telefoonnummer 06 1974 64 27. Maakt niet uit wat voor muziek het is. Als je maar, als je interesse hebt en je wil wat doen in de muziek, dan kan dat bij Radio De Erken. Maar behalve dat jullie echt zitten te springen op mensen, gaan jullie ook nog iets heel leuks doen binnenkort. Vlak voor de wintervakantie, voor de winterstop, gaan jullie een marathon doen. Ja, wij gaan een marathon doen. Dat is vanaf 18 december gaan we van start tot de 22 december. En dat is, de studio is 24 uur bemand en dat is allemaal live. Het begint om 10 uur 's ochtends, begint dat. En en we hopen dat ze het nogal een beetje volhouden. Want ik heb de 8 uur heb ik dan. 8 uur achter elkaar met een vrouwelijke collega. En of we dat een beetje wakker blijven, dat is de punt natuurlijk. Ja, want jij pakt alle nachten? Ik pak alle nachten, ja. Dat is zwaar. Heb je ervaring met nachtdiensten? Ja, want ik heb al 17 jaar bij sommige radiostations gezeten. Toen was het nog illegaal, laten we zeggen. En dat hebben we wat marathons hebben we wat gedraaid, ja. Dus jij kon je collega's wel waarschuwen wat er aankwam? Ja, het wordt een pittige dagen wordt het. Ja. Stoer. En waar is het voor? Waarvoor doen jullie het in die marathonvorm? Nou ja, kijk, de eerste jaar was het Radio ESO en nu draaien we als Radio De Erken en we proberen veel luisteraars te krijgen en we proberen ook het muziek onder de luisteraars te krijgen met allerlei soorten muziek. En na de marathon dan is het vakantie, wintersport? Ja, dan is het echt vakantie tot en met 7 januari. En dan is het niks doen of is het dan de studio opknappen, schoonmaken, soppen, boenen? Daar geef ik je gelijk in. Ja, de apparatuur wordt allemaal nagekeken en wordt schoongemaakt en wordt in olie gezet. En de grond wordt gedwaald. En de laatste avond, wat we momenteel nog draaien, dat wordt met een oliebol en met een drankje wordt dat afgerond. Ik wens je heel veel succes, Richard. Bedankt dat we even binnen mochten kijken. Oké, prima.